zeer op prijs en het onderschrijft de betrokkenheid en relevantie van dit jaarlijks moment van bezinning. De stille optocht van vanavond komt langs drie herkenbare monumenten, die elk symbool staan voor een eigen regionale tragiek en historie uit de Tweede Wereldoorlog. Om deze locatie met dit monument uit te lichten, wil ik benadrukken dat het nu exact 30 jaar geleden is dat het Matjekplein hier destijds onthuld is en sindsdien is opgenomen in de vaste uitvoering van deze avond. Tradities zijn belangrijk voor het doorgeven van ons erfgoed en onze geschiedenis, maar ook om daarmee de herinneringen aan hen die het hoogste offer hebben gebracht in dienst van hun naasten in leven te houden. Herdenken geeft ons daarbij de opdracht het spoor van de geschiedenis niet te laten vervagen en gaat uit van de vaststelling dat het verleden nooit voltooid is. Dus herdenken we, omdat we daarmee herinneren en nooit vergeten, niet wegkijken en verantwoordelijkheid nemen. Historisch besef over datgene wat hier in de regio heeft plaatsgevonden en de pijnlijke levenslessen die we met z'n allen te harte dienen te nemen, opdat hetgene wat zich 78 jaar geleden heeft afgespeeld zich niet nogmaals dient te herhalen. Waakzaamheid na 78 jaar vrede, veiligheid en vrijheid zijn met de huidige ontwikkelingen in de wereld meer dan relevant. Want, hoe menselijk het ook is, je gaat pas echt iets missen als het er niet meer is. Kranslegging namens de gemeente Stadskanaal. De heer Sloots, burgemeester van de gemeente Stadskanaal en de heer Pals, raadslid. De bloemlegging namens het herdenkingscomité 4045, mevrouw Charissa van der Werf, in begeleiding van Anker Bruns van Scouting Stadskanaal. Dan de bloemlegging namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Gini en Dominik Podgorski. De bloemlegging namens het comité Joods Oorlogsmonument, de heer en mevrouw Ambergen. Dan volgen nu de volksliederen, ten gehore gebracht door Crescendo. Als eerste het Wilhelmus, gevolgd door het Nationaal Volkslied van Polen, Mazurek Dąbrowskiego. Aansluitend gaan we luisteren naar The Last Post, gespeeld door een trompetist van Crescendo.
Tot slot nodigen wij u allen als belangstellenden graag uit voor een gezamenlijke bloemlegging of voor een moment om te herdenken bij het Pools Oorlogsmonument.